En ik heb daarbij dit weekend echt leukere dingen te doen. Ik ga ook de Super Bowl bijvoorbeeld doen dit weekend. Dus dit weekend is echt wel een gevuld weekend voor mij. Ja, hartstikke leuk inderdaad, wat je al zegt in een bijzinnetje, de Super Bowl voor ESPN. Wie gaat er winnen? Ik denk de Eagles. Ze zijn zowel in de offensive line als in de defensive line zo verschrikkelijk sterk. En de Chiefs zijn een beetje gehavend. Dus, maar goed, de Chiefs hebben Mahomes, de beste speler ter wereld. En die kan in zijn eentje een wedstrijd beslissen op belangrijke momenten. Dus je weet het nooit. En de Super Bowl, het is een op zichzelf staand fenomeen. Het is het grootste eendaagse sportevenement van de wereld. Het is fantastisch om bij betrokken te zijn überhaupt. Ja, kijk je dan ook uit naar de halftime show of is dat voor jou misschien een afleiding, aangezien je echt van de sport? Nou, het is geen afleiding. Soms kijk ik er heel erg naar uit, soms een beetje naar uit. Het is altijd een prachtige show, dus je kijkt er sowieso naar natuurlijk. Maar het is niet mijn hoogtepunt van de Super Bowl. De Super Bowl gaat bij mij toch nog wel gewoon om die twee teams die tegen elkaar spelen. Ja, Volgens daar mij is ben ik. Rihanna dit jaar in de Super Bowl halftime show, dus het is wel iets om naar uit te kijken, denk Ja, darts of de NFL. ik. Zo'n moeilijke keuze, moet ik eerlijk zeggen, maar. Ja, kijk, kies ik toch wel voor darten. Ik moet eerlijk zeggen, darten is door de loop der jaren van een hobby mijn beroep geworden. Het is wel echt mijn baan. En NFL is dan misschien nog net een klein beetje meer hobby. En dat is het verschil. Maar uiteindelijk is darten natuurlijk wel echt mijn ding. Vind ik het superleuk om te doen. Dus darten blijft er wel op één staan. Hi, it's Rory Kibushi, and if you like this video, follow @433_darts. Cheers.